naar zo'n begaafde spreker wordt het voor mij heel erg moeilijk, want dit is een activiteit die ik eigenlijk helemaal niet wil. En Karel, toen wij in het bestuur aan het praten waren over jouw afscheid, was een van de eerste vragen, wie gaat nou het afscheidsspeech houden? Nou, dat gebeurt niet vaak, maar het is doodstil in de vergadering. Iedereen kijkt een andere kant uit op zijn papieren en niemand durfde zich aan te melden. Totdat een van de bestuursleden zei, wie zit hier nou het langste en wie heeft Karel de volle periode meegemaakt? En toen wist ik al waarom hij zou draaien, dat ik het zou moeten gaan doen. En ik moet zeggen, als ik dit zo hoor, zoals Frank heel vrij en uit het blote hoofd bij wijze van spreken toespraak houdt, nou, dat kan ik dus niet. Ik heb ook die toestaan voorbereid, echt voorbereid. Ik heb een paar spiekblaadjes dadelijk. Maar ze hebben het wel een beetje gemakkelijk gemaakt. En wie zijn ze? Dat zijn met name de mensen van beeld en geluid. Die hebben iets gemaakt waar we eerst naar gaan kijken. En daarna kom ik weer aan het woord. En de bijdrage die je daar gaat zien, staan hier alvast op de sticky. Dan kun je thuis nog eens een keertje uitvoerig bekijken. Ja. Met deze film zou ik heel snel kunnen eindigen en kunnen zeggen, nou Karel, alles is al genoemd, wat jouw kwaliteiten zijn, maar ik wil toch nog één activiteit memoreren en die is eigenlijk denk ik voor heel hevig nagenoeg onbekend, behalve voor het bestuur. Toen wij de KBO-discussie hadden, was een van de argumenten van het bestuur, wij geven sterk de voorkeur om op gemeentelijk niveau te gaan samenwerken met de lokale seniorenorganisaties en de band met de gemeente te versterken. En je was toen net lid geworden van de seniorenplatform, heet dat toen. Alleen seniorenraad, sorry, moet ik goed zeggen, als opvolger van Jannie Heuveling. En je had daar al heel snel in de gaten, dit is een machteloze club. Ze vertegenwoordigen nauwelijks de oudere verenigingen. Eigenlijk, dat mag ik misschien niet hard zeggen, het zijn plusplakkers. Daar moet wat gebeuren. En dat kenmerkt jou dan, je analyseert de situatie en je schrijft een visienota voor die club. Met andere woorden van, zo zou het moeten en als het zo niet gaat, nou ja, prima, maar dan stappen wij eruit. Dan hebben we het hier wel gezien, want hier zit voor ons geen winst in. Die visienota is na veel touwen en duwen en trekken is die hier wel aangenomen natuurlijk. De seniorenorganisaties die er vertegenwoordigd moesten worden, zijn er ook ingekomen. Mensen zijn vertrokken. En het resultaat achter die schermen, dat voor iedereen bijna onbekend is, dat nu het nieuwe seniorenplatform een belangrijk orgaan voor de gemeente is geworden. Jullie hebben hele goede banden opgebouwd met het ambtenarenapparaat, met de wethouder, het college. En dat is denk ik in belangrijke mate een grote verdienste die aan jou toe te schrijven is geweest. Want anders was er misschien helemaal geen vertegenwoordiging meer voor de senioren in de gemeente Rosmaat of de gemeente Den Bosch geweest. Oh. Ja. Ja. Voor die hartstikke sorry. Er lopen nog steeds dezelfde reacties uit op lijf. Na zoveel jaar. Maar nee, dus ik denk dat het belangrijke maat dat jouw verdienst is geweest, dat is gebeurd. Voor Hevel heel belangrijk natuurlijk. We zijn ook de grootste club binnen dat platform. Dus dat wilde ik toch nog even memoreren naast alles wat al genoemd is. Want, ja, alle belangrijke dingen zijn denk ik wel voorbij gekomen. En dan heb jij, dat werd ook straks gememoreerd, op 6 januari het mooie verhaal verteld over de vluchtganzen. Die daarmee symbool trekken met de Hevel, hè. De leider voorop en dan de vlucht erachteraan. Dat zijn de Hevelleden die elkaar helpen. Als er eentje uit de koers vliegt, helpen we elkaar om weer terug in de vlucht te komen. Jij was de leider daarvoor aan. En je zei toen van nou, die leider, daar ben ik niet zo lang meer. Ik ga naar de Achterhoede toe. Wij weten inmiddels, dat als je straks terugkomt van een welverdiende vakantie, campervakantie, nou zal ik even kloppen, mensen, hij gaat naar Corsica en naar Sardinië. Een paar maanden geloof ik zo ongeveer, dus dat is... ja, dat kan hè, in vrije tijd of niet, te kijken of er nog mails binnenkomen van een Hevel, of dat er nog belangrijke telefoontjes zijn. Maar als je dan terugkomt, ga je toch nog een aantal dingen voor Hevel doen. Dus je gaat niet helemaal achteraan, maar je gaat ergens in het midden van de vlucht weer toch je bijdrage leveren aan Hevel. En dat vinden wij met z'n allen denk ik heel erg fijn. Dat gezegd hebben, dan kom je natuurlijk bij ja, meer dan officiële gedeelte. De laatste klap, zou ik maar zeggen, die uitgedeeld moet worden. Maar een positieve klap natuurlijk, dat spreekt voor zich. We hebben natuurlijk als bestuur even zitten nadenken, wat moeten we nou? Onderscheidingen, dat zit er niet in. Je hebt toch nog blijkbaar te weinig verdiensten voor de maatschappij gehad. Hebben ze beoordeeld ergens bij een burgemeester en bij een commissaris van de koningin.
Een KBO-spel kan ook niet meer, want dan ben je zelf een oorzaak van. Dat zou wel mooi zijn. Ik denk ereleden kennen we niet meer. Helaas is met het overlijden van Ad Kuipers het laatste erelid uit ons bestand verdwenen. En we hebben nog alleen maar leden van verdienst en daar zijn we heel erg zuinig mee. Angel is vanmiddag een van de weinigen geworden die door dat korps mag toetreden. En dan denken we, ja, dan kunnen we er toch niet omheen, ook al is het ongebruikelijk om er twee op een middag te doen, om jou ook tot lid van verdiensten van Hevo te maken. Oh, en dan gaat onze secretaris nu pas op de weg om het op te halen. Ja, het is ook onder. Ja. De bloemen ook wel. Nee, maar is ook onder. Oh, ja. Dat mag ik niet ruiken. Karel. Namens heel Hevo, alvast van harte bedankt. Dankjewel. Ik hoop dat het toch een mooi plekje krijgt ergens in jouw werk. Iedereen komt er ook aan. Ik stond aan de verkeerde kant. Oh, maar de vorige keer. Ja, ik kan niks aan de ja. Ja. Oké, dankjewel. Mag ik er zitten van Karel? Nee, mag ik niet. Dadelijk mag ik noteren staan. Maar ik wil eerst even Annie bedanken. Want je hebt ons 6 jaar lang Karel afgestaan. Ik heb begrepen bij de overdracht dat hij uit heeft gerekend hoeveel uur per week hij bezig is met Hevo. Schrik niet. Dat was 16 uur. En de ene week zal dat meer zijn, maar sommige weken misschien wel veel meer. En dat is heel veel. Dus al die tijd moest je Karel laten gaan. We zijn je daar heel dankbaar voor. En namens heel Hevo wil ik je Peter Dronnetje. En toen kwam het moeilijkste deel, het persoonlijke dood. Ja, dat hoort ook bij, hè. Dit zijn allemaal de formaliteiten. En daar hebben we als bestuur ook over nagedacht. We hebben Annie te hulp geroepen. Die heeft haar kinderen erbij gehaald. Zo. Zet het antwoord, ja, jullie kinderen natuurlijk. Ja, maar teleurstellend antwoord was, wij weten niks. Want ja, als Karel wat mooi vindt, dan koop je het. Punt. En dat hebben denk ik veel mannen hier onder ons, hetzelfde probleem. Dat we al even toch helemaal gelijst hebben. Maar toch hebben wij nog iets kunnen vinden. Want één tip gaf Annie, hij houdt van kunst, van moderne kunst. En dan, ja, dat is natuurlijk een heel wijd begrip, daar kun je alles onder verstaan. Maar we hebben iets gevonden, en dat is symbolisch voor wat je normaal bij een afscheid doet. Je geeft elkaar een hand, je zegt bedankt, bedankt voor alles wat je gedaan hebt, tot ziens, en we hopen elkaar nog een keer ergens tegen te komen. Nou, dat hebben wij geprobeerd. Tot uitdrukking te brengen met dit cadeau als symbolische handdruk. Voor jou. Ga ik het openmaken? Of ja, ik zou het openmaken, dan iedereen zien wat je krijgt. Dan kun je zeggen of je het mooi vindt of niet mooi vindt. Kijken we aan de goede kant ben. Ja. Ik zie niks gelijk. Oh ja. Oh, mooi. Symboliek. Dankjewel. De vergadering vindt het mooi, dus je hebt je keuze mee. Ja. Beschrijving en alles erbij, die lees ik thuis. Ja, die heb je als je thuis lezen. Dus, oké, bedankt. Ik weet niet, ik neem aan dat jij ook nog wat wilt gaan zeggen tot de vergadering. Maar... Ja, niet veel, wel wat. Hevo is, dat weten we, het is vanmiddag al een paar keer langsgekomen, gebouwd op 70 jaar vrijwilligerswerk. Er zijn dus talloze mensen die eraan hebben bijgedragen dat deze vereniging nu is wat die is. Dus ben er zuinig op, zou ik willen zeggen. Maar het betekent ook dat we allemaal gewoon voorbijgangers zijn. He, we sluiten een tijdje aan in die stoet en we stappen weer uit en er stappen weer nieuwe mensen in en die stappen ook weer uit. Ik vond het fijn om 6 jaar geleden te mogen instappen in deze rol. En ik vind het prima
om na 6 jaar ook weer te mogen uitstappen. Althans, uit deze rol. Ik zal Hevo niet verlaten, want inmiddels is de binding zo groot, dat zou niet kunnen. Maar ik ga dus verder als gewoon lid en af en toe als een gewone vrijwilliger. Dus ik kom jullie allemaal weer tegen. Hartelijk dank voor de mooie woorden, voor het prachtige klankbeeld en voor het schitterende cadeau. Dankjewel. Dankjewel, Karel. Ik denk dat dit een mooi einde is van een goede vergadering. Dus ik sluit de vergadering en ik nodig eigenlijk iedereen uit om aan de bar iets te gaan drinken met ons. Het glas te heffen op Karel die vandaag afscheid neemt. Op Angèle die vandaag ook terecht in het zonnetje is gezet. En nog een klein beetje voor mij dat ik de komende jaren zeker zo goed ga doen als Karel. Dankjewel.